Right, laten we gewoon beginnen, Mark. Yes. De reden dat je uitgenodigd hebt is eigenlijk vanwege Twitter. Sinds de laatste tijd nodig ik heel veel mensen uit die ik vanuit Twitter ken. Maar ik volg je een tijdje. Je tweet wel eens dingen over campagnes en over mentale modellen. Dat was eigenlijk wat mijn interesse wekte. Ik moet trouwens wel zeggen, de Twitter-algoritme stuurt niet meer zoveel van jou door naar mij toe. Merk ik de laatste tijd. Dat betekent dat ik veel te onopvallende tweets heb gestuurd. Die jij... Je hebt niet genoeg ophef veroorzaakt. Ja, precies. Want Twitter laat dus zeg maar de tweets aan jou zien van de mensen met wie je het minst eens bent. Ze willen dat ik boos word eigenlijk. Het algoritme is zo ingericht dat ze mij zo boos mogelijk willen krijgen. Dus ik krijg alleen maar tweets te zien van mensen die ik echt verschrikkelijk vind. Zodat ik daarop ga reageren. Wacht even, waar jij het mee oneens bent, hoe kun je dat überhaupt in een algoritme gieten? Ik wou dat ik dat wist, maar ze weten natuurlijk, inmiddels weten ze wel waar ik op hap, hè, als Twitter zijnde. En je hapt als persoon vaak op de dingen waar je het niet mee eens bent. Hè? Dus ik ga nooit ga niet zo snel zeggen, oh, ik vind jou echt super als ik iemand iets zie tweeten. Maar ik ga wel zeggen, wat doe jij nu weer? Wat is dit een rare tweet? Ik ben het hier totaal niet mee eens. Ja. Subtweet ik het dan, zodat ik zelf weer allemaal retweets krijg. En Twitter pikt dat natuurlijk op. En dan laten ze je, dit is echt, het viel mij op een gegeven moment op, dat ze je alleen maar, in ieder geval mij, bijna alleen maar dingen uitlichten. Van mensen die ik niet volg. Waar ik het echt totaal mee oneens ben. Het zijn ook consequent dezelfde mensen. Ja, ik merk ook wel dat de tijdlijn, tenminste mijn tijdlijn, een stuk gevulder is met inderdaad dingen waar ik me over opwind. En ik weet nog een paar jaar geleden dat ik nog best wel eens prima dingen zag voorbij komen. En ik zie het nog steeds wel. Alleen ik moet het wel echt actief managen ook met Twitter feed. Ik moet echt mensen die echt, waardoor ik, mensen die mensen volgen of dingen liken, waardoor ik dat weer op mijn tijdlijn krijg. Dus ik krijg dingen op mijn tijdlijn waar ik nooit om gevraagd heb. Dan moet ik weer die mensen weer gaan ontvolgen. Want anders krijg ik hun zooi weer op mijn tijdlijn. Ja, dan moet je dan muten en zo. Ja, ja, het is een stuk ingewikkelder geworden. Vroeger was het gewoon mensen die met elkaar in gesprek gingen. Ik weet nog, 2007 of zo, toen ik daar opging. Het waren allemaal mensen van verschillende achtergronden die met elkaar gingen praten eigenlijk. Hè? Dus ik zat met GroenLinksers en ook gewoon PVV'ers en weet ik veel wat, zat ik daar een beetje te geinen. Dat is echt verdwenen. Ja, ik merk het ook. Het is nog niet helemaal verdwenen. Er gebeurt nog wel interessante dingen, maar die interactie is wel echt een stuk moeilijker. Dus en vereist gewoon veel meer van je. Maar zeker. Goed. Voordat we helemaal in een bespreking van Twitter gaan vallen, vertel even kort wie je bent. Wie je bent, Mark, en wat je doet. Ja, ik ben Mark en ik zit dus op Twitter. En daarnaast heb ik eigenlijk mijn hele leven in de politiek gewerkt tot 2017. Direct na de studie ben ik gaan werken in het Europees Parlement voor de VVD. En zo via verschillende haltes uitgekomen als campagnestrateeg ook weer bij de VVD. Ik heb van 2010 tot 2017 in de Tweede Kamer gewerkt. 2017 was de laatste verkiezingscampagne waar ik aan meedeed bij de VVD en die wonnen we. Dus toen dacht ik, nou, dat is wel een mooi moment om een eigen bedrijf te beginnen. Dus als je wint, dan heb je vrienden. Nou, de VVD wint nog steeds, geloof ik, dus ik had net zo goed even kunnen blijven. Maar ik ben toch wel blij dat ik mezelf ben gaan starten. En samen met een geweldige nieuwe mede-eigenaar en een paar collega's. De mede-eigenaar van ons bedrijf Meuten, Marjolein, die is trouwens afkomstig uit de campagnes van D66. Dus wij hebben ook nog wel eens wat aanvaringjes op de werkvloer over inhoudelijke puntjes. En wat wij doen met Meuten is campagnes maken. Dus eigenlijk ook zoals wij dat deden bij onze vorige werkgevers. En campagnes over onderwerpen. Dus niet het verkopen van flesjes cola. Maar echt onderwerpen waar wij ook zelf achter staan. Proberen om daar gedrag of meningen van mensen op te gaan veranderen. En dat lijkt dus heel veel op wat ik ook deed in de politiek. Alleen passen we het nu op een andere manier toe. Ja, interessant. En hoe bouw je zo'n campagne op om de mening van mensen te gaan veranderen? Ja, dus de eerste stap is natuurlijk dat je mensen heel goed
moet begrijpen. Hè? Dus de grootste fout die vaak gemaakt wordt als je een campagne start of als je überhaupt mensen wil overtuigen, is dat je het helemaal vanuit jezelf doet. Hè? Dus je denkt eigenlijk niet na over waarom mensen het met jou eens zouden zijn of wat ze eraan zouden kunnen hebben om het met jou eens te zijn. Maar je denkt gewoon, ik heb gelijk en dit zijn mijn argumenten en dat zijn de beste argumenten en daarom moet jij het met mij eens zijn. Maar in de praktijk werkt dat niet zo. Mensen zijn heel gevoelig voor heel veel dingen, maar niet zozeer voor de meest overtuigende argumenten. Vaak hebben ze al een bepaald gevoel bij een onderwerp en zijn ze eigenlijk meer op zoek naar de argumenten die hun gevoel ondersteunen dan dat ze tegenstrijdige argumenten willen horen. En dus het begint altijd, of dat nou in de politiek is of als wij een gesprek hebben, chat, begint het met elkaar begrijpen en echt weten ook ja, wie je doelgroep is, wat je doelgroep belangrijk vindt en vervolgens van daaruit verder werken. Ja, en hoe verschilt dat van het soort politiek wat daarin doorslaat en wat echt een focusgroep politiek wordt? Of een doelgroepenpolitiek. Dus ik heb doelgroepen, ik gooi daar een focusgroep op, ik weet wat ze belangrijk vinden en ik vertel die doelgroepen wat zij willen horen. Ja, dus ik heb dat wel vaker gehoord. Hè. In de politiek denk ik dat er steeds meer geleund wordt op onderzoek, op kiezersonderzoek. Dat kan een slechte zaak zijn. Hè. Het ligt eraan hoe je het gebruikt, denk ik. Mm. Je kunt het gebruiken om inderdaad, zoals jij dat zegt, te zeggen wat mensen willen horen. Maar je kan het ook gebruiken om jouw eigen belangrijke punten op een betere manier te verkopen. Hè. Dus het stomste wat je kan doen is om zelf eigenlijk geen inhoudelijke standpunten te hebben en vervolgens je inhoudelijke standpunten te creëren door wat mensen willen horen. Ik zou dat niet aanraden. Uiteindelijk komen mensen erachter dat jij dan nergens voor staat en dat je, waarom zouden ze dan überhaupt nog voor jou gaan? Maar wat je wel kan doen is gewoon trouw blijven aan wat je inhoudelijk wil en vervolgens gaan zoeken naar de beste manier om dat te vertellen. En volgens mij is dat wat je ook moet doen als je echt onderzoek zou doen, focusgroepen of wat van onderzoek dan ook. Maar daarvoor zit ook nog een andere stap, hè, en dat is dat je gewoon luistert en probeert te begrijpen gewoon wat mensen tegen je zeggen. En ik denk dat het in de politiek daar ook nog wel eens verkeerd gaat. Hè. Dus je hebt verkiezingen waarin iedereen natuurlijk bezig is met het verhaal verkopen of de politicus verkopen, kan ook. Maar in de 3 jaar voor de verkiezing had je ook al moeten luisteren. Hè? Dus eigenlijk, ik vind het is een quote van Hillary Clinton. En ik weet niet of zij nou zelf heel erg dit ook gedaan heeft. Maar zij zei, in een verkiezing is eigenlijk, it's a conversation with the country. Hè? Dus het is eigenlijk een heel lang gesprek tussen mensen en politici en alle partijen in een land. En ik vind dat een hele mooie vergelijking. En ik denk dus ook dat als je het goed wil doen in de politiek, dat en ook in campagne is, dat je dat moet doen. Dus dat je niet alleen maar zegt dat je in maart een verkiezing hebt, dat je in januari je focus op onderzoek doet en dan daarop op basis daarvan een campagne bedenkt. Maar dat je al jaren bezig bent met dat gesprek tussen jou en de samenleving voeren, waardoor het ook veel makkelijker wordt om toch ook de goede dingen te zeggen. Hè? Plus, als jij er bent voor mensen en je luistert naar mensen, dan creëer je ook wel vertrouwen op zich, hè, door er te zijn. Dus dat zou altijd mijn invalshoek zijn. Maar je hebt ook, je hebt zeker ook, en dat zal echt niet heel weinig zijn, politici of partijen of momenten waarop er gekozen wordt voor, laten we maar zeggen, wat de mensen willen horen. Ik denk dat uiteindelijk een verliezende strategie is. Ja, ik denk zeker op de manier waarop het op sommige punten aan het doorslaan zeker een verliezende strategie is, omdat je kan die masker maar zo lang ophouden voordat mensen begrijpen dat hier iets heel raars aan de hand is en dat je om zaken heen aan het draaien bent die volgens hen zeer duidelijk zijn, alleen maar om niet een bepaald standpunt te verkondigen die jou onwelgevallig kan zijn. En ik denk dat mensen dat heel erg voelen en proeven, zeker in het huidige klimaat. Bij sommige politici en bij andere politici denken ze dat niet gebeurt, maar ik zou bijna willen pleiten dat ik het gros van politieke partijen dit wel zie doen.
Ja, zeker. In verschillende mate, hè, denk ik. Maar op de korte termijn kan het natuurlijk heel succesvol zijn, hè, om echt letterlijk te zeggen wat mensen willen horen. En, ja, en ergens valt er ook wel iets voor te zeggen. Kijk, als je het voor je eigen belang doet, dan is het misschien, ja, dan heb ik er niet zoveel respect voor. Maar ergens valt er ook iets voor te zeggen dat politici wel een deel van wat mensen willen of willen horen, dat ze dat vertalen in het politieke debat. Dus, en dat is ook een vorm van populisme natuurlijk. In principe is daar niks mis mee natuurlijk. Het is ook slecht als het tegenovergestelde gebeurt. Hè? Dat, dat het zo ver afstaat van wat mensen denken en willen horen. Dat je eigenlijk legitimiteit verliest. Ja, ja, het is natuurlijk een heel belangrijke balanskwestie tussen inderdaad ophalen wat je hoort uit de maatschappij of uit de mensen die jij moet vertegenwoordigen en daar iets van te maken wat sens maakt en waar iedereen wat heeft aan heeft en hopelijk ook nog eens een verbindende element heeft. Maar het is wat anders dan dat je, hoe moet ik het beschrijven? Soms wordt er iets opgehaald, zo verdraaid, dat, waardoor het wel lijkt alsof het over dat onderwerp gaat, maar eigenlijk niet meer over dat onderwerp gaat. Dus een soort van afbuiging van het daadwerkelijke probleem wat geponeerd wordt door een groepering of iets dergelijks. Ja. En dan krijg je inderdaad een situatie waarin mensen het niet meer begrijpen of je inderdaad de legitimiteit verliest. Ja. Ja, en je hoopt ook dat mensen dan doorhebben dat ze een beetje belazerd worden. Ik heb die hoop altijd wel. Soms zie je het ook niet, zie je letterlijk gebeuren dat mensen belazerd worden en dan trappen ze er toch in. Tegenwoordig heb je daar ook al wat voorbeelden van, denk ik. Ja, inderdaad. Dus, maar ja. Ergens hoop ik dat, zeker op lange termijn, dat mensen echt wel doorhebben als ze worden voorgelogen of als ze worden, hoe noem je dat, in het ootje worden genomen. Misschien is het ijdele hoop, maar hij is er nog wel bij mij. Ik denk op den duur dat je altijd door een mand valt. En of dat nou een jaar is, 2 jaar is, 10 jaar is, 20 jaar is. Want op een gegeven moment zal iemand wel de waarheid komen zeggen. Ja. En wel sterk genoeg zijn om te winnen. Ja. Na heel veel anderen die gefaald zijn natuurlijk. Maar goed, dat is allemaal stap 1 van een campagne. Begrijpen wat er speelt. En wezenlijk is dat dus niet heel anders dan hoe je een normale marketingcampagne start. Namelijk je doelgroep begrijpen. Ja. Als ik hem heel plat gooi. Ja, ik denk wel dat het op een ander niveau is. Hè, want het gaat over een verkiezing gaat over zoiets groots en alomvattends. Dat is echt iets anders dan bier verkopen, zeg maar. Het is heel ingewikkeld eigenlijk om al die verschillende maatregelen en inhoudelijke punten te begrijpen en te vatten, zeg maar, in één verhaal of in één plan. Dus natuurlijk, zeg maar, aan de campagnekant zijn er echt wel overeenkomsten met marketing en met gewoon sales. Alleen, het gaat wel over echt een heel ander product. Ook al omdat degene die het product verkopen in de politiek mensen zijn die wel echt erin geloven. Hè? Dus het heeft iets meer, hoe zeg je dat? Het roept iets meer passie op dan het verkopen van dat cola flesje, zeg maar. Dus ik geloof niet in cola, maar ik geloof wel in waar een bepaalde partij voor staat. En daar leg je echt wel iets meer hart en ziel in ook dan in de pure sales, denk ik. Nou, ja, pure sales, maar als ik kijk naar wat Coca-Cola, even dan bij die voorbeeld van Coca-Cola te blijven. Als ik kijk naar Coca-Cola, die verkopen geen product, die verkopen een leefstijl. Ze verkopen letterlijk geluk. Open happiness was een van hun slogans, wat ik misschien tot nu toe de beste slogan ooit vind. Niet zozeer omdat het zo'n geweldige slogan is, maar omdat het minimale is wat je nodig hebt om een slogan te maken. Zeg maar minimaal, dat wordt het bijna niet. Open geluk. Het is natuurlijk onzin, want suiker, de hoeveelheid suiker die in een cola fles zit, leidt alleen maar tot minder geluk waarschijnlijk. maar misschien is dat een onderdeel van de briljantheid van die campagne. En op dezelfde manier moet een politieke partij ook allerlei koude beleidsstukken en partijprogramma's vertalen naar een wezenlijk essentieel onderdeel van iemands leven, namelijk comfort of baanzekerheid of het gevoel dat je kunt zorgen voor je kinderen of veiligheid als je over straat loopt en dergelijke.
Zeker, ja. Het verschil wat ik wel echt zie is dat als ik voor Coca-Cola werk, dan kan ik de week daarna kan ik ook voor Pepsi gaan werken of voor Nutella of weet ik veel wat. Terwijl als ik voor de VVD werk, en ik zou niet zo snel gaan werken voor de SP en waarschijnlijk voor geen enkele andere partij in Nederland, omdat daar toch ook een soort loyaliteit en overtuiging in zit dat, dat de goede partij is of zo. Ja. Ja, mensen denken vaak dat het een heel cynische wereld is waarin je inderdaad dingen aan het verkopen bent. Maar zo zwart-wit is het echt niet. Ik ben daar niet gaan werken omdat ik graag dingen wilde verkopen, maar omdat ik in eerste instantie aangetrokken werd door het verhaal van die partijen en hoe zij de toekomst van Nederland wilden vormgeven. En ik vind dat ook voor mij in ieder geval, veel meer fulfilling manier van bezig zijn met verhalen vertellen dan het verkopen puur van een product. Ja. Interessant. Ik bedenk me nou even een vraag. Wordt er in Nederland gebruik gemaakt van focusgroepen? Hebben jullie daar gebruik van gemaakt? Ik denk dat iedere politieke partij dat wel eens gedaan zal hebben, ja. Ik heb namelijk het idee dat ik tenminste, als ik de peilingen bekijk en dergelijke, zijn het volgens mij altijd enquêtes en nooit echt wat diepgravender onderzoek naar hoe mensen met elkaar omgaan. Ja, je kan heel veel verschillende types onderzoek doen. Hè? En de beste manier is om ze gewoon allemaal te doen, denk ik. En om dan vervolgens te kijken wat de dwarsverbanden zijn. Want focusgroepen alleen is ook niet alles, volgens denk ik. Hè? Als ik nu een klant zou hebben en die zou zeggen, we willen graag onderzoek doen en we willen dat het focusgroepen zijn, dan wil ik ook dat daar een kwantitatief deel tegenover komt te staan, omdat, kijk, als je een focusgroep, dat is het, dus zeg maar 6 tot 10 mensen aan een tafel, en die stel je dan die vraag over die cola, hè, dus wat geeft het je voor gevoel, zo'n flesje cola? En dan zegt een van die mensen, is misschien heel erg dominant, en die zegt iets als eerste, en dan gaat die hele tafel mee. Hè. Dus het is ook niet zo dat er een soort heldere kennis uit focusgroepen komt. Je moet dat wel altijd in een bepaald perspectief kunnen plaatsen. Ja, nee, zeker inderdaad. Zeker moet dat inderdaad in samenspraak zijn met andere onderzoeken en het liefst inderdaad kwantitatief onderzoek. De reden dat ik het vroeg is omdat ik, als ik naar de peilingen kijk op tv en van Maurice van der Hond en dergelijke, zie ik altijd alleen maar het kwantitatief onderzoek. En ik heb dan meestal iets van, ik mis iets. Dan mis je zeker iets. Als je alleen die onderzoeken van de hond, dan mis je wel iets. Daar zou ik nooit 100% op afgaan, nee. Nee. Hij duidt het ook altijd zelf. Hè? Ik kan me daar zo aan ergeren, man. Want hij heeft dan dus een wekelijkse peiling. Ja. En dan zie je dus dat er, weet ik veel, zegt dat 1 partij is 1 zetel omhoog gegaan. En 1 partij is 1 zetel gedaald. En dan gaat hij dat verklaren aan de hand van wat er die week gebeurd is. Dus dan kan hij zeggen, die partij is 1 zetel gedaald en die partij is 1 zetel gestegen vanwege deze 2 gebeurtenissen de afgelopen week. Ja, daar is geen enkele aanleiding voor. Hoe zeg je dat? Hij kan het op geen enkele manier verantwoorden dat zoiets zo is. Hij heeft geen causale verband aangetoond, op geen enkele manier. Totaal niet. En iedere week doet hij het. En journalisten zijn er ook heel lang redelijk ingetrapt. Op Twitter kan het nog steeds een succes zijn, maar het is gewoon hocus pocus. Stel dat zijn peiling klopt, wat ik al twijfelachtig vind. Zijn uitleg erbij slaat werkelijk helemaal nergens op. Dus als je als luisteraar één tipje wil meekrijgen, is dat je dat soort dingen echt met de korrel zou benemen. Ja, ik vraag me ook af, een peiling elke week is ook wel erg veel. Ik kan me moeilijk voorstellen dat je daar echt überhaupt substantieel fundamentele kennis uit kan halen. Ja, dat klopt. Ja, dus wat die peilingen betreft zijn de trends het belangrijkste. Hè? Dus wat je over een lange tijd voor een ontwikkeling ziet in meerdere peilingen. En daarom, je hebt die peilingwijzer, hè? Dat is wel een goeie. Die pakt een aantal peilingen samen en kijkt dan een beetje, zoals ik al net zei, naar de situatie. Ja. Maar dan nog, je moet niet al te veel op tussenstanden afgaan. Hè? Dus het is net zoals het is net zoals bij voetbal. Ja. Ik kan met 1-0 bij rust voorstaan en dan met 4-1 verliezen in de verlenging. Als 2016 ons iets geleerd heeft, is dat peilingen inderdaad ook echt niks hoeven te zeggen. Nee, precies. Dat is echt, denk ik, de meest grote comeback geweest dat ik me in ieder geval kan herinneren in de politiek. Ja, dat klopt helemaal. En het is ook altijd leuk om te zien hoe politici, als ze goed in de peilingen staan, roepen op Twitter dat ze zo geweldig in de peilingen staan. En als ze dalen, hoor je er nooit iemand over.
Ik denk dan ook, wees consequent. Ja. Dat moet je ook benadrukken. Ja, ja. Goed. Hoe zijn jullie te werk gegaan met het vormgeven van de campagne in 2017? Die landelijke campagne van de VVD. Ik ben wel benieuwd hoe jullie dat opgebouwd hebben. Ja, ik kan niet te diep op die campagne zelf ingaan. Ik zit aan hele strenge contracten gebonden natuurlijk. Ja. Mag je wel vertellen waarom je niet zo diep in mag gaan? Nee, ja, gewoon omdat ik een geheimhoudingsverklaring heb moeten ondertekenen. Ja, maar ik kan wel in de algemene zin, zeg maar, hoe je zo'n campagne opbouwt. Ja. En zeker ook vanuit mijn eigen werkzaamheden. Kijk, het begint gewoon met een idee over wat je... wat jij zelf wil vertellen. Hè? Dus we hebben het net gehad over onderzoeken en over wat mensen zelf belangrijk vinden. Maar de eerste keuze die je moet maken is, wat zijn je ideeën voor een land? En dan ga je naar de fase, wat voor boodschap ga je neerzetten? En dan ga je naar de fase, welke middelen ga je inzetten? Wat mij opvalt in Nederland is dat... dat het vaak misgaat ergens tussen wat we net ook al een beetje aanstipten, is dat er niet echt geluisterd wordt naar de mensen in het land. Hè? Dus je ziet vaak dat partijen heel hoog van de toren roepen over hun eigen prestaties in de Haagse bubbel. En dat ze het heel moeilijk vinden om die stap uit die bubbel te zetten. Terwijl dat natuurlijk is waar je draagvlak kan creëren voor je ideeën. En dat doe je door volgens mij ten eerste echt super gedisciplineerd te zijn in wat je aan mensen wil vertellen en op een goede manier. Dus de tijden van dit zijn onze 34 prioriteiten waar we nu iedere dag over gaan praten, die zijn echt voorbij. Je moet focussen op een aantal belangrijke onderwerpen en verhalen. Mm. In die VVD-campagne was dat toen destijds duidelijk, hè? De strijd tussen optimisten en pessimisten, of zoals Rutte het noemde, de doeners en de schreeuwers. Mm. Maar wat ik heel opvallend vond, was die laatste campagne van Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb nog nooit zo'n gedisciplineerde campagne gezien met zo'n boodschapvaste communicatie. Wat was die boodschap? Ja, het was gewoon get Brexit done. En dat consequent herhalen, totdat iedereen die zin gewoon in zijn hoofd had, denk ik, in Engeland. En ze deden dat ook op een manier die vrij, ja, nou ja, laten we zeggen, het was vernieuwend, maar het zag er ook niet uit. Hè? Dus bijvoorbeeld op online kanalen zetten ze heel veel memes in, maar ook gewoon plaatjes met Comic Sans, Get Brexit Done erin. Dus het zag er niet uit, maar het was mega effectief. En dat is wel waar politieke campagnes steeds meer naartoe gaan. Hè? Dus dat je het allemaal zo destilleert tot één of twee hele belangrijke zinnen of gevoelens. En die consequent blijft herhalen. Ergens is dat wel jammer, denk ik. Hè? Want je hoopt ook dat een verkiezing natuurlijk wat Hillary Clinton ook zei, een gesprek is over ideeën tussen mensen. En het verwoordt wel steeds meer tot een soort van shouting match van frames. Mm. Het wordt te zeggen of daar ook weg terug is, eerlijk gezegd. Maar, ja, het wordt steeds meer een, hoe noem je dat? Het wordt steeds meer een kwestie van wie het de meeste mentale resources kan vasthouden. Wie de meeste aandacht naar zich toe kan trekken eigenlijk. En daarin is een zin, een paar woorden heel sterk. Want als je dat maar blijft herhalen, dan zal het ook zal het ook bij mensen het meest beklijven. En hoe sterker en hoe duidelijker die drie zinnen zijn, of drie woorden zijn, ja, hoe beter het doordendert. Maar het is ook wel interessant wanneer dat lukt. Wanneer je een hele campagne eigenlijk kan vatten in drie woorden. Terug kan brengen tot die essentie. En ik denk dat... niet dat ik per se voor Brexit ben, ook niet per se tegen, ik weet er niet genoeg van, maar die zin, die slogan, get Brexit done, vond ik inderdaad ook enorm sterk, want het pakte zo erg de sfeer en de frustratie wat mensen hadden met het feit dat het maar nog steeds niet gedaan was, steeds niet lukte. Get it done. Ja. Ja, ik vond dat heel knap. Ik zou zo iemand dus zijn die dat had willen bedenken, hè, als ik daar zat.
Ja, ik vond het fantastisch. Maar wat er ook heel mooi aan was, vond ik dat het eigenlijk de werkelijkheid op zijn kop was. Hè? Dus de conservatives hadden het land in die situatie gekregen. Waren vervolgens zelf 3 jaar bezig met over elkaar heen tuimelen. In leiderschapsstrijden en strijden tussen kampen binnen die partij. En toen gingen ze een campagne voeren die zei Get Brexit Done. En die was gericht tegen de vechtende politici in Whitehall. Maar dat waren ze zelf. Dus ja. ik vond het wel van een soort van lef tonen ook. Dat het, ja, ongelooflijk. Maar ze zijn ermee weggekomen, hè, dus het werkte wel. Ja, ja. Ze waren een pijl op eigenlijk hun eigen mensen aan het richten. Zonder dat mensen door hadden dat echt is wat er aan de hand was. Ja, precies. Ja, dus eigenlijk zeiden ze, ja, ze verweten de rest wat ze zelf gedaan hadden. En ze kwamen daarmee weg ook. Het was vrij bijzonder. Ja. Waar denk je dat aan lag, hoewel ze ermee wegkwamen? Omdat ze de beste boodschap hadden. Omdat mensen er klaar mee waren. En Get Brexit Done, dat was gewoon het gevoel. Wat leefde in dat land. En daarnaast was de tegenstand natuurlijk ook extreem zwak. Maar die ene zin, ja, ik dacht op een gegeven moment, weet je, terwijl ik toch echt liever had dat ze er niet uitstapte en ook niet wilde dat Boris Johnson zou willen. Zelfs ik dacht op een gegeven moment, laat het maar gewoon voorbij zijn. En ik denk dat heel veel Engelse Remain-kiezers dat hadden van, dit is gewoon, let's get it over with, hè. Ja. Wat je ook zei. Ja, dan heb je dus, dat is wel heel knap, hè, want dan heb je dus de zin gevonden die ervoor zorgt dat je de grootste wordt. Ja, dat is niet alles natuurlijk, hè, want daaromheen moet ook nog 2000 dingen goed gaan. Je organisatie moet sterk zijn, je moet goede mensen hebben natuurlijk, alles moet goed kloppen. Zeker, ja. Zeker in Engeland ook, of in Groot-Brittannië, waar je een strikte stelsel hebt, waar je echt ook gewoon deur aan deur moet gaan bij mensen. Met mensen moet praten en ook op dat lokale niveau vertrouwen moet weten te winnen. Is dat heel belangrijk. Dus het is echt niet alleen maar zo'n zin. Wat vind je van andere manieren van campagne voeren en dergelijke? Wat vind je van wat met die K-pop fans gebeurt met het overspoelen van hashtags met K-pop video's? Ja, ik ben er dus te oud voor, denk ik. Want ik heb dat helemaal, dat is mij volledig ontschoten totdat ik op een gegeven moment zag dat ze de Trump rally hadden getrold. Nou, ik zal je even, ze hadden het inderdaad getrold. Dan een kleine recap tenminste van wat ik meegekregen heb. Het begon met de hashtag All Lives Matter. Die ten opzichte van de Black Lives Matter hashtag neergezet was. Wat ik, dus de All Lives Matter hashtag, wat ik echt een kleinzerige hashtag vond. Ja. Maar wat de K-pop fans deden, was die hashtag eigenlijk overspoelen met K-pop video's en nog iets anders volgens mij. Maar in ieder geval dat. Dus dat is super mooi gedaan, want die hele beweging werd gewoon onklaar gemaakt door een best wel ludieke actie. Nou, ze hebben het inderdaad vervolgens ook via TikTok gedaan door allerlei kaarten en plekken op te kopen van de Trump rally. Nou, ik weet niet per se wat dat opgeleverd heeft. Nou, een redelijk lege Trump rally, maar ook, want er was geen limiet aan de kaartjes die je kon reserveren namelijk. Dus ik weet niet zo goed, maar in ieder geval, dat gebeurde. En het gebeurde ook met Kick-out Rutte, met de hashtag Kick-out Rutte, deden ze het ook. Ik zag zelfs een tweet van iemand voorbij komen die vroeg van of ze daar überhaupt graag mee zouden willen stoppen, want ze probeerden een message te sturen naar een overheid en dergelijke. En ik dacht, nou, volgens mij heb je niet begrepen hoe het internet werkt als je denkt dat je daarom kan vragen. Ik vind het super interessant. Ik vind het super interessant, want het is een leuke, ludieke actie. Ik vind het heel vet gedaan. Maar ik vind het ook gevaarlijk, want de geboorte van zo'n tactiek, die bestaat nu in principe. Kan eigenlijk voor elk doeleinde gebruikt worden. En wat het doet, is het online campagne voeren of het online gesprek nog meer reduceren, als het al niet zo was, tot wie het meeste kan overspoelen, wie het meeste kan posten. Dat is wiens narratief blijft staan. Dus aan de ene kant, super vet wat er gebeurt. Aan de andere kant, denk ik dat het alleen maar een verdere één stap meer is in de richting van filterbubbels die kasteelmuren worden, of laat ik maar van die metafoor gebruiken. Ja, ik ben het helemaal met je eens.
Ja, ik moest bij mezelf een check doen. Hè? Dus ik las over die Trump-rally met de K-pop fans. En mijn eerste reactie was super vet. Goed gedaan. Ik ben niet Trump's grootste vriend. Dus dat vond ik gaaf. Maar een paar weken daarvoor heb ik een artikel geschreven over Obamagate. En hoe dat vanuit de Trump-zijde eigenlijk vanuit het niets gecreëerd werd door spammen, trollen, fake accounts, alles. En dat is dezelfde tactiek. En als ik dat gevaarlijk vind als de Trump-aanhang dat doet, dan moet ik dat ook gevaarlijk vinden als de andere kant dat doet. Dus ik ben het helemaal met je eens, want het is precies dat wat je zegt. Hè? Dus het is het smoren van een ander geluid. En ook al is dat geluid niet prettig, ja. Het verdient wel een kans om er een gesprek over te voeren eigenlijk. Hè? En ja. Dat is wel een beetje de situatie waar we in zitten, is dat je twee kampen begint te krijgen die gewoon niet meer met elkaar praten en ook elkaar eigenlijk willen silencen. Hè? Ja, en zeker in Amerika begint dat hele gevaarlijke vormen aan te nemen. Mm. En ik hoop dat we in Nederland in ieder geval, ja, laten we het een beetje op de flanken houden. En niet te veel. Het is nu in Nederland ook, tenminste een paar weken geleden was het in ook wel aan het accelereren. Ik weet niet hoe het er nu voor staat. Ik heb eerlijk gezegd de tv een beetje uitgezet nadat Akwasi en Johan Dekse ophef. Ik dacht, waarom gaat het nu opeens weer daarover? Dus toen heb ik het een beetje uitgezet. Maar ik denk dat we in Nederland ook moeten oppassen met de kant waar we op gaan. En het probleem is ook, kijk, sommige boodschappen zijn ook gewoon het niet waard, zijn ook geen aandacht waard. Sommige dingen zijn gewoon zo zwak en zo onzinnig dat je dat bijna eigenlijk je tijd niet waard is. En niet iedereen heeft recht op het podium. Maar het probleem is dat steeds meer vanuit een tribale gedachtegang gedacht wordt. Ja. Dus inderdaad. Op het moment dat het bij Obamagate gebeurt, vinden we het verschrikkelijk. En op het moment dat het bij All Lives Matter gebeurt, denken we, cool. Ja. Instinctief. En nu zijn wij blijkbaar twee mensen die wel daar kritische reflectie op loslaten. Maar niet iedereen doet dat. Tenminste, niet iedereen heeft de tijd en de ruimte überhaupt om kritische reflectie los te laten. Nee. En wanneer die stemmen... Ja, sorry. Ik vind dat een compliment als je dat over mij zegt. Alleen, dat is in mijn geval zeker niet altijd zo. Hè? Dus het valt me soms op en dan corrigeer ik mezelf. Maar over het algemeen trap ik er gewoon in. Hè? Dus als ik een tweet zie van Rutger Bregman, ja, dan ben ik eigenlijk al mee oneens zonder dat ik het gelezen heb. Terwijl hij, jongen, heeft best wel af en toe een punt natuurlijk. En hetzelfde geldt voor een tweet van Thierry Baudet. Als ik de foto al zie, ga ik al stijgen. En ik moet mezelf dwingen om iedere keer weer dat te beoordelen op zijn waarde. Nou is bij Thierry Baudet wel consequent een vrij lage waarde. Dus kan ik mezelf steeds gelijk geven. Maar dezelfde effecten spelen gewoon in mijn hoofd. Hè? Dus wat ik ook zei, K-pop vond ik gaaf. En ik moest me echt dwingen om even een check te plaatsen. Dat ik die tactiek eerder heel slecht vond bij iemand anders. En dan moet ik hem ook dus daar slecht vinden. Maar dat is echt een strijd in mijn hoofd. En ik denk dat het heel moeilijk is om de discipline voor mezelf te blijven opbrengen. Om dat consequent te kunnen doen. Maar ik zie dat ook overal om me heen dat mensen dat doen. Hè? Dus ik kan bijna niks meer vinden op Twitter. Of op, met name op Twitter. Zonder dat ik ook nog 102 andere dingen moet veroordelen. Mm. En dat is zo bizar in mijn Want daarmee alleen al geef je aan dat er een soort van twee kampen zijn die allebei precies dezelfde dingen goed en fout, of precies tegenovergestelde dingen goed en fout moeten vinden. Terwijl soms vind ik iets heel goed wat aan de ene kant zit en vind ik iets anders aan de andere kant niet goed. Hè, dus het kan echt prima dat ik bozer ben van een demonstratie op de Dam. Dan dat ik boos ben op een Polonaise in een kroeg in Brabant. Dat kan gewoon. Ik kan dat erger vinden. Ja. En eerlijk gezegd hoef ik daar niet eens een enorme kloppende analyse van te hebben. Alleen al het feit dat het in Amsterdam een kilometer van mijn huis gebeurt, kan ervoor zorgen dat ik dat erger vind. En daar heb ik gewoon recht op. Ik hoef dan vervolgens niet ook een statement te maken over 12 andere dingen diezelfde dag.
En ik begin me daar wel een beetje aan te ergeren in het... Zulke reacties zijn natuurlijk geen inhoudelijke reactie. Dat zijn een soort van, ja, ook wederom tactiek of iets dergelijks. Whataboutism wordt volgens mij genoemd. Het is een ad hominem. En ook al zou blijken dat jij daarin hypocriet bent, ook al zou dat blijken, dat betekent nog steeds niet dat punt ongelijk is. Dus eigenlijk pleit ik ervoor om gewoon ieder punt op zich op de waarde te schatten, ongeacht van wie het komt en wat die persoon over andere dingen ooit gezegd heeft. Hè. Dus zelfs als het Thierry Baudet is, kan die een keertje gelijk hebben. En hoe zeggen ze dat? Een klok die stuk is, die tikt ook. Zelfs een klok slaat twee keer per dag goed. Precies, ja. Dus, ja. En dan wie ben ik dan om het niet met hem eens te zijn als hij gewoon een goed punt heeft? Ik weet niet. Ik vind dat lastig hoor. Ik ben wel benieuwd hoe jij daar... Hoe ik daarmee omga. Ja. Een van de dingen die ik doe, en dan gaan we het misschien meteen al over mentale modellen hebben. En misschien moeten we zo meteen even uitleggen wat je verstaat als een mentaal model. Wat ik daaronder versta is een manier om naar de wereld te kijken. Een versimpelde manier om naar de wereld te kijken. Een soort van heuristisch model waardoor je keuzes kan maken. Ja. En een model dat hopelijk je vooroordelen en je inderdaad je tribale associaties overstijgt, transcendeert. Dat maakt het denk ik beter. Dat is waar ik onder een mentaal model op sta. En een van de dingen die ik consequent probeer te doen inderdaad, is een persoon loskoppelen van een uitspraak. Of mijn overweging van een persoon loskoppelen van een uitspraak. En dat is inderdaad veel moeilijker dan je denkt. Want het is echt moeilijk. En het is vooral ook moeilijk bij mensen die je aardig vindt. Mensen die je aardig vindt, die iets zeggen waarvan je denkt, dit is onzin. Wordt het nog moeilijker. Want dan moet je in een publieke ruimte mensen die je, waar je eigenlijk het mee eens bent, gaan afvallen. En zo bedoel jij het misschien niet. Je bedoelt het misschien wel echt als een soort van, hey, dit is wat hier aan de hand is. Maar de situatie waar we in zitten is dat het wel op die manier opgevat wordt. Dat die persoon wel afgevallen wordt. Ja, dit is gewoon een worsteling. Hè? En ik heb het harder de andere kant op. Dus ik vind het moeilijker om het eens te zijn met iemand die ik echt een totale eikel vind. Dan dat ik het moeilijk vind om het oneens te zijn met iemand die ik gewoon leuk vind. Ook omdat ik altijd wel idee heb dat als je elkaar leuk vindt, kun je het gewoon oneens zijn, zeg maar. Maar dat is eigenlijk, dat is in principe wat mentale modellen ook, dat is eigenlijk een mentaal model. Hè? Zoals, ik weet niet wat de naam zou zijn, maar dat je inderdaad een check maakt bij jezelf. Vind ik dit een probleem omdat die persoon het zegt? Of omdat ik het een probleem vind? En ik merk dat het bij mij heel lastig is. Ik moet me echt dwingen om dat te doen. Mentale modellen zijn precies dat eigenlijk. Dus aan de ene kant zit je vol met modellen die jou sturen in hoe je de werkelijkheid ziet. En aan de andere kant heb je heel veel modellen die je juist helpen om beter te sturen hoe je die werkelijkheid ziet. Hè. Dus in het geval van... het is een soort confirmation bias misschien. Als je iemand echt een eikel vindt dat je het niet met hem eens wil zijn. Confirmation bias betekent dat je een soort van de bevestiging zoekt van wat je al dacht. Ja. Dat is een heel sterke drijfveer bij mensen in hoe ze denken. Dat is ook een hele slechte drijfveer. Hè? Dus dat is ook een goed model om te hanteren zou zijn, check je confirmation bias. Hè? Vind ik dit een goed punt omdat het mij bevestigt in wat ik al dacht? Of negeer ik deze informatie omdat het ontkracht wat ik al dacht? Ja. Dus heel kritisch zijn op dat soort dingen. Ja. Misschien is het wel goed om even uit te leggen waarom een confirmation bias negatieve dingen kan, of ja, negatieve effecten kan hebben. Op het wetenschappelijke niveau is het een probleem van inductie. Namelijk, je denkt dat er een hypothese is. Je hypothese is, als er X gebeurt, dan gebeurt er Y. Dus je gaat allemaal kijken naar momenten dat er X gebeurt. Sorry, ik moet de zwaan voorbeeld gebruiken. Vroeger dachten we dat een zwaan altijd wit was. Ja, precies. We zagen heel veel verschillende soorten zwanen, die waren altijd wit. Nou, dat is dus, onze bias werd geconfirmed. En omdat we geen tegenvoorbeelden hadden, gingen we ervan uit dat zwanen wit waren. Maar het blijkt dat er ook zwarte zwanen bestaan.
Dus op het moment dat je een hypothese... In de wetenschap is het zo, tenminste volgens Karl Popper, is het zo dat je geen hypothese kan bewijzen. Je kan alleen maar ze nog niet ontkracht hebben. Dus dat is een van de redenen waarom het in de wetenschap, waarom in de wetenschap confirmation bias een probleem kan hebben. Je kan namelijk niet uit een eindig aantal observaties een definitieve conclusie trekken. Eigenlijk. Iets eeuwigs zeggen, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat alles wat je kan niet uit het zien van 1000 zwanen of 100.000 zwanen of 1 miljoen witte zwanen zeggen dat zwanen alleen maar wit zijn. Ja. En de meer dagelijkse omgang is het een probleem, omdat, ja, zoals je al zei, je gaat zoeken naar wat je denkwijze bevestigt. En alles wat je denkwijze niet bevestigt, dat levert ook een soort van frictie op. Je moet meer moeite gaan doen om het te verwerken. Dus je klikt dat tabblad maar weg en je gaat naar de volgende tabblad die al zegt wat je al dacht, die minder, dat wat minder frictie oplevert. Dat merk ik zelf ook in mijn dagelijkse Google searches. Dat ik het moeilijker vind om met tabbladen open te houden waar ik het mee oneens ben. Ja, dat is precies wat het is. Hè. En dit is ook vaak. Er bestaat volgens mij een idee bij de meeste mensen dat ze een soort van eerst informatie zoeken en dan een mening vormen. Hè? Terwijl in de praktijk gaat het precies andersom. Hè? Dus je hebt niet eens een mening, vaak een gevoel. En je zoekt daar de informatie bij. En dat is ook confirmation bias. Hè? Dus je kan een krant hebben. En alleen al de manier waarop jij kiest dat je een artikel leest in een krant is waarschijnlijk omdat de kop of wat dan ook jou eigenlijk al gelijk geeft. Ja. Dus stel dat ik echt mega pro JSF ben, F-35 ben, dan ga ik al niet naar een artikel lezen waarin staat F-35 grootste faalvliegtuig alle tijden. Het slaat gewoon over. Confirmation bias aan het werk. Ja. Dat is een heel krachtige factor in hoe wij verkeerde keuzes maken eigenlijk. We hadden het over hiervoor, je was aan het vertellen. Limitale modellen volgens mij, daar gingen we zo langzaam naartoe. Ja. Ja, je was daar verteld over confirmation bias en toen onderbrak je, omdat ik dat even wilde uitleggen. Ja. Je vroeg ook aan mij hoe ik met zulke dingen omga. Een ander ding wat ik ook wel probeer, is een argument van een tegengestelde positie uit te leggen op een manier dat die persoon het ermee eens kan zijn. Ja. En dan terugredeneren naar waarom ik denk dat die niet stand houdt. Ja. En dat is natuurlijk super moeilijk en dat lukt bijna nooit. Maar het helpt je wel om een gedeelde beeld te krijgen van de realiteit. Want je moet ook op een gegeven moment moet je ook, als je met iemand in gesprek bent waar je het mee ons bent, moet je ook gaan onderscheiden waar hebben we het over. Hebben we het niet over een empirische kwestie? Daar moeten we het gewoon over eens zijn hoe dat zit. We moeten het gewoon over eens zijn over hoe het met de feiten zit. Anders kunnen we gewoon niet verder als we geen gedeelde realiteit hebben. En we zien ook echt een gevecht om wat die realiteit is. Want de ene groepering wil beweren dat de oorsprong van de slavernij de VOC was. En de andere groepering wil beweren dat al het moois uit Nederland vanuit de VOC komt. Dat daar nooit iets slechts gebeurd is. Dat is een empirisch verschil. Als je daar niet mee eens kan zijn, kun je gewoon geen gesprek voeren. Nou, dan moeten we over een, wat is een, waar verschillen we over conceptueel? Dus wat is het verschil van de interpretatie van die feiten? Waar verschillen we daarover? En dan ten derde ook, waar willen we heen? Als we daar ook over oneens zijn, als je het op die drie vlakken, en je weet niet op welk vlak je het met elkaar oneens bent, dan kom je er niet uit. En ik zie gewoon heel vaak mensen gesprekken voeren aan talkshowtafels die het Die misschien, waardoor het lijkt alsof ze ideologisch met elkaar verschillen, maar ze zijn het niet eens over wat de feiten zijn. Ja, precies. Dat zie je steeds vaker, hè? Ja. Dan kom je nergens. Dan kom je gewoon echt nergens. Maar dat is een bom onder die samenleving, hè? Als je de feiten niet meer deelt, zeg maar, dan krijg je echt strijd, denk ik uiteindelijk. De oplossing is vaak dat je gaat zoeken naar gedeelde principes, hè? Dus dat is ook een mentaal model is dat je altijd op zoek moet gaan naar de first principles. Dus dan ga je terugredeneren naar waarom denk ik dit of waarom vind ik dit belangrijk of wat zijn de first principles van deze redenering. En als je dat ook kan doen bij andere mensen, als je gaat nadenken over wat voor hun die first principles zijn bij hun redenering,
dan kan je ze in ieder geval waarschijnlijk beter begrijpen. Maar misschien kom je wel gelijke principes tegen. Hè? Of principes die elkaar raken. En dan kan je ineens een gesprek gaan beginnen. Kun je een voorbeeld geven van een first principle? Even denken. Ja, je kan ze natuurlijk gaan vinden in zeg maar, politieke discussies. Ja. En dan ga je, nou, stel dat ik, laten we even denken. Ja, bij mij komt het gewoon heel vaak uit op het first principle van vrijheid. Hè? Dus ik vind het heel belangrijk dat vrijheid, dat echt hetgene is waaruit alles is opgebouwd. Ja, laten we kijken naar bijvoorbeeld die Black Lives Matter discussie. Wat is daar het first principle als je gaat nadenken? Er zijn natuurlijk verschillende groepen inactief. Voor ene groep denk ik dat het first principle misschien helemaal niet racisme is, maar gelijkheid. Hè? Dus niet het dagelijkse gevoel, de racisme, maar misschien wel het gevoel dat de kansen niet gelijk zijn. En als je dat kan wegnemen, dat gevoel, of in ieder geval überhaupt dat probleem, als je dat first principle kan oplossen, dan is het probleem van racisme misschien ook wel voor een groot deel, in ieder geval, laten we zeggen, niet verholpen, maar verbeterd. Mm-hmm. Voor een andere groep is het first principle misschien iets heel anders in die discussie. Dan gaat het meer om strijd tussen klassen en strijd tussen verschillende groepen in de samenleving. En aan de andere kant, mensen die misschien heel erg anti-Black Lives Matter zijn, wat echt heel raar is, als je het zo zegt. Maar die hebben hele andere principes. Hè? Dus die zijn misschien bang dat ze hun sense of community kwijtraken. Of die zijn misschien bang dat ze hun eigen positie in de samenleving kwijtraken. En hun first principle is dus het beschermen van wat ze al hebben. Ja. Maar het uitzicht in een shouting match over, met verschillende feiten en inzichten. Hè? Ja. Terwijl als je het gaat hebben over, ja, maar ik heb het gevoel, mijn first principle is dat er gewoon geen gelijke kansen zijn in dit land. En dat ik 3 keer harder moet vechten dan anderen om op hetzelfde punt te komen. En de andere partij zegt ineens, maar dat lijkt best wel veel op mijn gevoel. Want ik heb het idee dat ik het steeds moeilijker heb om mijn positie te behouden. En dat mijn kinderen het misschien nog wel moeilijker gaan hebben om die positie te behouden. Dan heb je ineens een heel ander gesprek. En dan heb je het over die principes. En die lijken best wel wat op elkaar. Als je eroverheen kan stappen, dat je misschien uit een andere groep afkomstig bent. Maar een ander voorbeeld van first principles kan ook zitten in hoe je producten bedenkt. En daar is dus, SpaceX is daar een goed voorbeeld van, denk ik. Van Elon Musk. Hè? Dus waar je altijd een ruimtevaartindustrie had die gekoppeld was aan mega-investeringen vanuit overheden. Waar je NASA hebt, wat natuurlijk een enorme organisatie is, waar je jarenlang naar honderden miljarden ingepompt zijn. En daar is uiteindelijk een soort van manier ontstaan waarop zij ruimtereizen zijn gaan zien. En Elon Musk heeft, en daar heeft hij ook een stuk over geschreven volgens mij, heeft dat teruggebracht naar wat zijn nou de first principles van space exploration. En dan kwam hij erachter dat bepaalde onderdelen van het proces van raketten naar de ruimte schieten helemaal niet belangrijk zijn voor het daadwerkelijk schieten van raketten naar de ruimte. Hè? Dat je het gewoon kan terugredeneren naar een middelendiscussie. Van, dit zijn de middelen en dit zijn de resources en de fuels die nodig zijn. En laten we dat op een klein niveau samenbrengen. En dan kunnen we gewoon een raket naar de ruimte gaan schieten. Ja. Dus je kan op alles toepassen eigenlijk. En dat is ook een goed mentaal model. Kun je op alles toepassen. Hè? Van menselijke interactie tot politiek tot productdenken. Ja. Aanhakend hierop, een van de dingen wat ik ook doe is, wat ik probeer te doen tenminste is, hoe kan deze persoon sens maken? Hoe kan wat deze persoon zegt zinnig zijn? En dan hebben we het over een kwestie, je hebt een drogredenatie genaamd strawmanning, dan pak je een redenatie en dan maak je dat tot een karikatuur of je vermindert het tot zijn ergste vorm. Steelmanning is een argumentatie pakken. En het proberen tot zijn beste vorm te maken. Dus ik hoor jou bijvoorbeeld Mark zeggen zus en zus en zo. Maar zou het niet sterker zijn als je eigenlijk dit zou zeggen op deze manier. Want dan wordt jouw doel wat je probeert te halen ook sterker of beter, beter bereikt. Ja. En over die kwestie van NASA is ook interessant. Want daar heb je ook meteen te maken met path dependence, hè. Namelijk dat als je
door de geschiedenis heen of door de ontwikkeling van een organisatie bepaalde keuzes maakt, je mm-hmm. keuzes eigenlijk ook steeds minder variatie zien. Ja. Want je hebt bepaalde voorgaande keuzes waar je aan moet houden, bepaalde relaties die opgebouwd zijn waar je aan moet houden. En dat is dus eigenlijk wat er kan gebeuren wanneer een organisatie gaat stollen en heel moeilijk kan bewegen. En dat creëert dan weer ruimte voor mensen om dingen te doen zoals Elon Musk deed. Precies, ja. Ja, dat is ook... Ja. Maar dat is wel knap hoor, want de mensen gaan natuurlijk vaak uit juist van die soort van status quo situatie. En heel weinig mensen zijn in staat om het terug te brengen tot de bare necessities. En dus wat Elon Musk doet in zo'n geval, is dat hij eigenlijk gaat nadenken. Oké, laten we beginnen met wat is waar? Hè? Wat zijn absolute waarheden hier in dit? En in dit geval ging het over space travel. En dat is gewoon het begin. En dan van daaruit kan je opnieuw gaan bouwen. Hè? Dus als je die hele ingewikkelde zooi terugbrengt tot een aantal waarheden, kan je vervolgens totaal nieuwe denkstappen gaan zetten. Ja, dat is super interessant. En maar ook dat is weer discipline en jezelf dwingen om dat te doen. Maar als je dat consequent kan doen, dan kan je dus veel betere inzichten en beslissingen maken. En dat is uiteindelijk waar die mentale modellen voor bedoeld zijn. Hè? Omdat mensen eigenlijk vrijwel geautomatiseerd beslissingen maken. En dus ook heel veel beslissingen, laten we zeggen, in het Engels zeggen ze flawed. Ik weet even niet wat het... Vuilbaar. Vuilbaar, dus niet fout of zo, want dat is oordelend, maar gewoon niet helemaal in orde zijn. Ja. En die mentale modellen geven je eigenlijk instrumenten, denkmanieren, om steeds een soort van reality check te plaatsen en jezelf betere beslissingen te laten nemen op basis van de informatie die je hebt. Ja. En dan komen we meteen bij een ander probleem ook, namelijk dat je nooit genoeg resources hebt, zij het tijd, zij het denkvermogen, zij het informatie of whatever, om zelf alles te controleren, om alles te checken. Dus je zult van tijd en wijle, of zult moeten vertrouwen op mensen. En we moeten kunnen weten wie je kan vertrouwen, ook al heb je het niet zelf kunnen checken, vertrouwen dat die persoon het in ieder geval op een goede manier een journalistiek stuk geschreven heeft of een bepaald iets geschreven heeft. En dat is natuurlijk super moeilijk, want we hebben weer te maken met confirmation bias. Dus de mensen die zeggen wat ik wil dat ze zeggen, die ga ik eerder vertrouwen dan de mensen die dingen zeggen waarvan ik niet wil dat ze het zeggen. Dus laat ik het zo zeggen, er waren heel veel mensen die over biomassa begonnen waar ik het niet mee eens was. Ik was het niet eens met die mensen. Ik mocht ze niet. Dus ik was al een stuk negatiever over de mogelijkheid dat biomassa een niet duurzaam product kan zijn. Nou ja, dan moet je al een stuk... En dan komt het gevaar van wie ga je vertrouwen en wie ga je niet vertrouwen. Maar je zult uiteindelijk moeten gaan accepteren dat niet al je beliefs onfeilbaar zullen zijn. Want je zult ergens moeten vertrouwen op mensen. En dan komt misschien een andere iets om de hoek kijken, namelijk dat je heel precies bent in wat het nou is dat je weet. Dus weet je dat er een onderzoek weet je dat er embryo's geïnjecteerd zijn met gemanipuleerd DNA, of heb je ergens gelezen dat embryo's gemanipuleerd zijn met verschillende DNA. En dan gebeurt er interessante dingen, denk ik, als je dat doet. Als je heel precies gaat zijn in wat is dat je weet. Ja, ja, en dat is ook weer, dat zie je ook dagelijks zijn werk doen. Hè? Dus dit is een beetje waar het met fake news, wat daar gebeurt, hè? Of misinformatie, laat ik het zo zeggen. Dat is vaak informatie die had kunnen kloppen. Hè? Dus, of in ieder geval wat voor het gevoel van mensen had kunnen kloppen. Dat zou kunnen zijn, ja. En dat is middels van, zien heel veel mensen hoe dat werkt. Hè? Omdat volgens mij Thierry Baudet het een keertje zelf gezegd heeft. Het had zo kunnen zijn. Maar dat is precies hoe dat daarvoor ook al werkte. Hè? Dus iemand ziet een... daarom werken die factchecks ook niet op Facebook en zo. Hè? Iemand ziet een bericht en daar staat... vaak gaat het over immigranten hebben in Duitsland twee meisjes aangerand of zo. Ja, gewoon totaal onzinbericht. Maar mensen hebben dat gezien en vervolgens krijgen ze een factcheck van Facebook waarbij staat
Je hebt het bericht geliked, maar het klopt niet. En dan denken die mensen dus niet, goh, daar ben ik mooi ingetrapt. Maar dan denken ze, ja, maar het had wel zo kunnen zijn. En dat is of dus erger heel... nog, Facebook lult. Of erger nog, Facebook dat, lult. Dat zou ook nog kunnen, ja, als, ja. Als je echt totale denkfout wil maken. Maar ja, inderdaad. En ja, het is, kijk, het nadeel aan heel veel weten over hoe mensen denken, is dat je steeds bewuster gaat zijn van je eigen feilbaarheid, hè? Van je eigen eigenlijk onvermogen om rationeel te denken. Dus gek genoeg krijg je steeds minder zelfvertrouwen in je redeneringen, terwijl ze steeds beter worden, wat een contradictie is, maar het is wel zo. Je staat nu onderaan het Dunning-Kruger effect. Ja, dat zou heel goed zijn, denk ik. Dat klopt dus wel. Ja, dat klopt dus wel. En ja, wat je ook zei over die informatie, hè, dus is het echt waar wat ik zag? Of is het iets wat... Ik zag dat heel erg gebeuren in die eerste weken van de coronacrisis. Ik werd toen extreem kritisch op informatie. Dat is uiteindelijk, denk ik, doordat ik zoveel met die mentale modellen bezig was, dat ik dacht, in dit soort situaties krijg je een overflow aan informatie. Maar je moet alles echt, je moet bijna 100% kunnen weten dat iets klopt voordat je het voor waar aanneemt. Omdat het is heel, juist in die situaties is het echt enorm gevaarlijk om informatie als waar aan te nemen die niet per se waar is. Hè? Dus, omdat het ineens om heel grote belangen gaat. Hè? Dus het zijn fat-tailed situations waarbij de kansen dat er iets bizarres gebeurt wordt, is eigenlijk heel groot. En ik zag in die eerste weken, er was iemand, een Amerikaanse, ik geloof fotograaf of zo, die wat artikelen op Medium ging schrijven over de effecten van het virus over de hele wereld. En die combineerde daar allemaal data met elkaar. En dat is echt viral gegaan over de hele wereld. Mensen begonnen dat te zeggen, ik kreeg het in appjes, ik zag het op Twitter. Dat is echt viral gaan in de beste vorm. Volgens mij ook gezien, ja. En ik ging heel kritisch naar die informatie kijken. En ik zag gewoon vrij snel dat het gewoon niet klopte. Hè, dus je zag, hij maakte vergelijkingen tussen landen die hij niet kon maken. Op basis van de informatie die hij had. En de hele wereld was mee bezig. En dan zie je dus hoe mensen zich eigenlijk laten leiden door iets wat ze niet echt checken. Want als je vervolgens een simpele vraag stelde van, ja, maar je ziet toch dat in die grafiek bijvoorbeeld het alleen maar gaat over het aantal besmette gevallen en dat ze die dingen vergelijken in landen, zonder dat daarbij de factor het aantal uitgevoerde tests wordt meegenomen, waardoor die informatie letterlijk nutteloos is. En dan zeggen mensen, oh ja, dat klopt, maar dat hadden ze niet gezien. Dus dat is echt heel opvallend hoe dat eigenlijk wijdverbreid geaccepteerd kan raken zonder dat ook maar iemand dus dat gewoon gecheckt heeft. Ja, ja, ja. Ik denk dat de vraag die je hier kan stellen is, kijk, op het moment dat je een stuk content consumeert, of het nou een video of een tekst of een podcast is of whatever, gaat je bewustzijn op een bepaalde manier mee in de flow van wat daarin gezegd wordt of geponeerd wordt. En hoe meer die jou mee kan nemen, hoe opener jij staat voor om dat te geloven. In de sales heet die tactiek de ja-flow. Als je mensen één keer ja kan zeggen, kun je ze twee keer ja zeggen, kun je ze drie keer ja zeggen. En hypnose wordt ook gebruikt waarbij je suggesties geeft. Sorry, moeilijker verteerbare suggesties geeft. Nadat je makkelijke verteerbare suggesties geeft. Dus ik begin misschien met een gesprek te openen over het weer. En we zijn het allebei eens over het weer. En ik ga verder over schoenen. En we zijn het allebei daarover eens. En klein beetje bij beetje smokkel ik steeds meer erin. En dat is de Jaro's. En dat kan een stuk content ook doen. Dus de vraag is, in hoeverre laat jij, of wordt jouw bewustzijn meegesleept in de flow van die content, en hoe ver heb je er nog vat op? En misschien moet je 2-3 keer lezen, of 3-4 keer even kijken voordat je door hebt. Dat gebeurt misschien ook met films, hè? Als je daar de vierde of vijfde keer kijkt, zie je opeens heel andere dingen. Ga je de achtergrond bekijken en dergelijke, en dan word je veel minder meegesleurd door het geheel, omdat je daar al eens meer vat op hebt, om het maar zo te zeggen.
Maar ja, dat is heel moeilijk. Zeker als een stuk heel goed geschreven is met heel veel data en heel veel grafieken die en bepaalde objectiviteit. Ja, een deelbevestiging inderdaad en een bepaalde objectiviteit met zich meebrengen. Ja, klopt. Ja, het is ook heel lastig. En ik trap er waarschijnlijk zelf constant in. En dan valt het me niet op. En nu viel het me wel op. Omdat ik mezelf dwong echt om heel streng te zijn. Juist bij het beoordelen van informatie in zo'n bizarre tijd, zeg maar. Ja. Ja, het lijkt mij dus heel lastig om in zo'n tijd beslissingen te moeten nemen. Stel dat je dan Mark Rutte bent of Jaap van Dissel of wat dan ook. Je hebt gewoon te doen met totaal onvolledige situatie. Eigenlijk grote onzekerheid over hoeveel kanten het op kan. Hè, en welke kanten het op kan. En dan moet je enorme beslissingen nemen. Ja, ik ben blij dat ik niet in die mensen hun schoenen heb gestaan. Het is wel lastig hoor, denk ik. Maar dat gaat dus ook niet altijd goed. Hè? Dat moet je ook denk ik accepteren. Want dat gaat natuurlijk naar buiten komen. Misschien is dat zelfs al gebeurd dat in die tijd hele rare beslissingen zijn genomen. Door het RIVM of door Rutte of De Jonge. Ja. Het RIVM neemt geen beslissingen. Nee, natuurlijk. Maar die geven advies. Hè? En ze hebben ook wel wat Twitter dingen uitgebracht die achteraf niet bleken te kloppen. Ja. Maar het kern van die zin is natuurlijk het woord achteraf. Op dat moment leek het ze waarschijnlijk te kloppen, omdat je in een situatie zat waarin je niet alle informatie had. Ja. En ik hoop dat ze, hoe zeg je het? Kijk, als daar mensen zaten die naar eer en geweten echt hun best hebben gedaan om de juiste beslissingen op basis van onvolledige informatie te nemen, dan hoop ik dat ooit, als ooit naar buiten komt, dat ze die beslissingen op een betere manier hadden kunnen nemen, dat mensen daar ook wel begrip voor hebben dat ze dat toen toch niet hebben kunnen doen. Oh. Dat is wel heel hoopvol. Misschien wel. Ik denk, je hebt natuurlijk ook nog Maurice de Hond. Ja, die heb je natuurlijk ook wel. Maar je hebt natuurlijk ook een oppositie. Ik denk, en het kan ook zijn dat er echt daadwerkelijk verwijtbare beslissingen zijn genomen. Maar dat is wel een verhaal, hè? Ja. Hoe dan ook zal het denk ik echt wel een lynchpartij worden. Want de VVD is nog steeds heel sterk. En de verkiezingen komen eraan. En oppositie wil natuurlijk ook winnen. En als je dan zou dit een geweldige strategie kunnen zijn. Hoeveel levens het gekost heeft en dergelijke. Of economie, bla bla. Ik hoop niet dat gaat gebeuren. Dat zou toch wel echt... Het voelt gewoon heel slecht als dat zou gebeuren. Ja. Maar ik las bijvoorbeeld 2 weken geleden, dat is ook weer informatie. Hè? Dus er was een nieuwsbericht en er was iemand in België, ook een zeg maar de Belgische Maurice de Hond of zo, denk ik. Die had gezegd, als de regering deze beslissing een week eerder had genomen, dan had dat, ik weet niet, zoveel duizend levens gescheeld. En ik dacht, dat zou kunnen. Hè? Maar je had ook kunnen zeggen, als ze die beslissing een week later hadden genomen, altijd 2 keer zoveel levens gekost. Ja. En het is allemaal zo makkelijk om, zeg maar, dit is de hindsight bias, hè? Dat is ook een... Captain Hindsight. Een heuristiek. Captain Hindsight, ja. Ja. Nou ja, laat ik zo zeggen, ik zou niet erop vertrouwen dat ik zelf de beste beslissingen zou nemen in dat soort situaties. En dan vind ik dat ik dat ook niet mag verwachten van anderen. Tuurlijk, met een bepaalde grenzen. Want je zei zelf ook al, er is echt wel verwijtbaar. Ja, dat kan. Het kan zo zijn dat het een lynchpartij wordt en tegelijkertijd een verwijtbaar gedrag is geweest. Ja. Dus de mob mentality is op zichzelf gewoon misplaatst. Maar de aanleiding ertoe kan nog steeds zo horrendous zijn dat het een voorbeeld was een paar jaar geleden, waarin een verkrachter in India door een mob uit elkaar getrokken werd of iets dergelijks. Nou ja, verschrikkelijk. Natuurlijk niet te rechtvaardigen. Maar ja, ik begrijp wel die woede van de mensen. Het vasthouden van die paradoxale, ogenschijnlijk paradoxale visies op kwesties is denk ik ook zeer belangrijk. Zeker. Even kijken. Waar ik een beetje benieuwd naar ben is, welke partij denk je dat op dit moment goede campagnes voert? In Nederland?
ja, natuurlijk zijn er nog niet echt, ze zijn nog niet echt begonnen tenminste. Al klein beetje, ja. Een beetje door. Maar wie denk je, gezien deze mentale modellen waar we het over gehad hebben, het begin van je uitleg over campagnes, welke partij denk je dat deze dingen goed aanpakt? Ja, ik denk dat het concept mentale modellen, we hebben bij vrijwel geen enkele politicus nog. alhoewel ik Klaas Dijkhoff, die ken ik redelijk en die is er veel mee bezig, dat weet ik. Wat mij dan weer vertrouwen geeft in zijn beslissingen. Qua campagnes is dat heel lastig in te schatten nu. Nou, algemene media-uitingen, laat ik zo zeggen. Ja. Algemene vormen van communicatie. Ja, ik denk dat de VVD daar wel echt in voorop loopt. Ik vind Asscher ook echt wel sterk in hoe hij bepaalde woorden en frames kan inzetten. Maar ook als politicus vind ik hem sterk overkomen. Ik denk dat Jesse Klaver, als ik zie hoe zij die vorige campagnes gedaan hebben, als zij er echt voor gaan, dat ze ver kunnen komen. Ja, partijen die niet... Ik zag deze week, vorige week, de lancering van de website van D66. En daar zaten ook wat filmpjes bij. En ja, ik werd er bijna boos van, omdat ik het zo slecht vond. Dat was dus echt een klassieke fout van dingen maken, omdat je denkt dat je zelf de doelgroep bent. En ja. Dat zag je daar echt gebeuren. Filmpjes van een paar mensen die ze aan het woord lieten, hè? Nederlanders. Maar dat waren volgens mij allemaal 23-jarige, 24-jarige millennials uit de grote steden. Ja, sorry, maar... Ik zie bij D66 ook inderdaad de grootste disconnect tussen iets tastbaars hebben en wat ze zeggen. Het klinkt allemaal... Het lijkt allemaal mooi te klinken, maar het lijkt gewoon heel vaak geen inhoud te hebben. Ja, en ik denk dat het gewoon vooral iets is wat het team daar zelf heel gaaf vindt. Maar dat is dus de eerste check die je moet maken, is of andere mensen dat dan ook vinden, weet je wel. Want waar doe je het nou voor? Ja. Maar ik in het aan GroenLinks vind... Vanuit een professioneel oogpunt ik mij daaraan ergeren. Ja. Nou, ik denk dat heel veel mensen zich daaraan kunnen ergeren. Zelfs ik kan me daaraan ergeren. Ik vind ook, ik kan me ook ergeren aan hoe D66 zich op kan werpen als de beschermer van minderheden. Ik ben zelf een allochtoon en ik ben van buitenlandse kom af en ik voel me totaal niet aangesproken of geholpen door de manier waarop zij over allochtonen praten. Wat niet wil zeggen dat anderen dat wel kunnen vinden, hè? Dus dat is natuurlijk wel... Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Nee, helemaal mee eens. Andere mensen kunnen daar zeker mee wel zich in kunnen vinden. Ja, goede check. GroenLinks vind ik interessant ook trouwens in 2017, want ze leken echt heel veel aandacht te hebben en heel veel momentum te hebben opgebouwd. Maar toch zijn de resultaten misschien minder geweest dan de hele show had kunnen bereiken. Ja. Ik vraag me al wat daar mis is gegaan, wat jij denkt dat mis is gegaan. Bij GroenLinks? Ja. Ik wil even rechts. Ik vind D66, die campagne daar, zoals ik het vorige week zag, vond ik helemaal niks. Maar ik hou wel een beetje van D66, hoor. Ik ben natuurlijk wel liberaal. Dus ik hoop juist dat zij het heel goed doen. Ik zou het allergaafste zou ik vinden als twee liberale partijen in Nederland ook de twee grootste partijen worden. GroenLinks. Ik vond hun 2017 campagne fantastisch. Die vond ik echt heel goed. Echt heel goed. Ook vernieuwend voor Nederlandse begrippen. Ik vind Jesse een hele gedreven politicus, die volgens mij al sinds de 20e zegt dat hij premier gaat worden. En dat meent hij ook. Ja, ik vond Jesse zoveel sterker ook wanneer hij zelf aan het woord was dan wanneer hij aan het speechen was. Niet omdat zijn speeches slecht waren, maar hij was gewoon vuur als hij aan een talkshowtafel zat met iemand te praten. Maar vertel verder. Ja, nee, dus ik vind Jesse ook gewoon heel goed. En de valkuil bij Jesse is dat hij het idee wekt dat hij een rol speelt, wat volgens mij niet zo is. Ik denk dat hij authentiek is en dat natuurlijk wil hij graag een politicus zijn die de grote verhalen vertelt. En lijkt hij daarom ook op Obama, die dat ook deed, en Amerikaanse presidenten daarvoor die dat ook deden. Dat wil niet zeggen dat hij dat niet zelf ook zo graag wil doen.
Ja, ik denk dat ze nog wel uit de hoek, verrassend uit de hoek kunnen komen. Kijk, het gaat uiteindelijk om de laatste 6-7 maanden voor die verkiezing. En als zij nu al een jaar of twee keihard bezig zijn om een campagne op te tuigen die vanaf september mega hard gaat knallen, dan kan het zomaar gebeuren dat die vrij goede uitslag neerzet. Ik denk ook wel dat GroenLinks, en ik weet niet of dat nu al is, maar de groene partijen in Europa worden natuurlijk wel steeds belangrijker. En ook omdat er een groeiend deel van de nieuwe kiezers, hè, dus zeg maar jongeren ook, daar echt een thuis gevonden hebben. En dat was vroeger niet zo. Hè. Dat was echt het is meer een lifestyle keuze nu dan dat het vroeger was misschien. Ja. En dat is wel iets wat hun een goede basis geeft om van verder op uit te bouwen. Ja. Dus, en laten we niet vergeten dat GroenLinks het de afgelopen verkiezingen ook gewoon veel beter gedaan heeft dan in de jaren daarvoor. En dat ze een beetje pech hadden dat Frans Timmermans kandidaat werd voor de PvdA voor de Europese verkiezingen. Want anders hadden ze het daar waarschijnlijk ook beter gedaan. Ja. Even wel één belangrijke vraag stellen, denk ik. Maar ik laat even inderdaad ook even terugkomen op wat ik zei over D66. En moet natuurlijk wel mijn eigen woorden wel practice what I preach. Want wat ik weet over D66 is, wat ik gezegd heb, wat ik net zei pas, gaat over de communicatieuitingen die ze hebben. Dus ik kan hiermee geen enkele conclusie trekken over het beleid dat ze voeren. Ja. En daar moet ik dus inderdaad ook strikken. Ik weet niet of hem oprecht, ik heb geen idee of ze een goed beleid voeren of een slecht beleid voeren. Dat durf ik gewoon niet te evalueren. En dat heb ik wel met partijen in het algemeen. Bepaalde partijen hebben een persoonlijk of partijen hebben een bepaalde persoonlijkheid en die trekt mij aan of stoot mij af. En met die instelling bekijk ik ook alles wat ze doen. En oordeel ik ook, als ik überhaupt een hele partijprogramma lees, beoordeel ik die partijprogramma ook. Dus ook dat heeft gewoon zo'n sterk effect op je. Ja, lees jij partijprogramma's? Ik heb op 2017 heb ik voor het eerst een aantal programma's gelezen. Ja. Dan heb ik eerst een kieswijze gedaan en daarna van een aantal partijen en ook niet per se wat uit de kieswijze kwam, het een en ander gelezen. Maar, ja, ik zal je vertellen, ik weet er niet veel wijzer van. Nee, dat is natuurlijk lastig, hè. Maar dat je ze leest, dat is wel uitzonderlijk, denk ik. Kieswijze moet je eigenlijk nooit doen, hè. Dat is gewoon een onderhandeling, hè. Dus partijen wordt gevraagd om antwoord te geven op stellingen. Nou, dan gaan partijen eerst onderhandelen over de stellingen. En vervolgens wordt er onderhandeld over de antwoorden die die partijen geven. Wat een heel bizarre situatie is. Dat je dan door een van die kieswijzers gezegd wordt, jullie vinden dit niet. Dat je dan moet gaan uitleggen als partij dat je dat wel vindt. En bovendien, de selectie van die vragen is natuurlijk al een soort van versimpeling van de werkelijkheid die ze je voorschotelen. Die echt geen enkele relatie heeft tot hoe partijen daadwerkelijk in de wedstrijd staan. Ja. Dus ik zou het zeker niet doen. Kieswijzer, stemwijzer, ik weet niet hoe ze allemaal. Kieskompas, stemwijzer. Ja. Nou, ik kan me wel voorstellen dat mensen die. Ik kan me wel voorstellen dat als je überhaupt niks over de politiek weet, dat het dan wel in ieder geval iets helpt. Maar ja, ik moet ook zeggen, elke keer dat ik zo'n kieswijze doe en ik zie een stelling waarvan ik denk, nou, weet ik niet. Ik heb geen idee wat ik hiervan moet vinden. Ik heb geen idee of Lelystad Airport open moet of moet uitbreiden of niet. Ik heb geen idee of er meer aandacht moet geven worden aan dit en dat. Ik weet niet welke keuzes op provinciaal niveau of op lokaal niveau of op reisniveau uitgevoerd worden. Wat ik wil, is dat ik op iemand stem waar ik op kan vertrouwen dat die de waardes heeft die ik heb. Ja. En met verantwoordelijkheid de Tweede Kamer in gaat. En wellicht in kleur, liberaal, groen, socialistisch, whatever. Ja. Dat is wat ik wil. En dat doet een kieswijzer niet. En de grootste desillusie ontstond ook bij de vorige verkiezingen, toen ik de kieswijzer deed. Dat was volgens mij de provinciale verkiezingen. Ik weet even niet welke, maar ik is vanuit. Maar de vraag was, moet Lelystad Airport uitbreiden? Ja of nee? Eén partij had daar opeens, die moet uitbreiden, maar met de voorwaarde dat ze laag kunnen gaan vliegen of hoog vliegen. Maakt niet zoveel uit. Een andere partij had oneens met dezelfde redenatie. Nee, Lelystad mag niet uitbreiden,
totdat de vliegtuigen hoog of laag of whatever mogen vliegen. Dan dacht ik, ja, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het invullen? Ja, nee, precies. En inderdaad dat een onderhandeling is dergelijke. Maar goed, nu we het hierover hebben. Ik ben een project aan het bedenken namelijk, of een idee aan het bedenken, waarin het makkelijker wordt voor mensen om op mensen te stemmen en niet op partijen. Want ja, als je in de voting booth zit, dan moet je een persoon aantikken. En ja, waarschijnlijk keer de eerste, misschien keer de tweede, maar al die anderen ken je niet. En wat ik graag zou willen, is dat we een platform hebben waarin je de verschillende kandidaten ziet, kan filteren op basis van interesses, waarden, dus wat vinden zij het belangrijkst, misschien opleidingsniveau, misschien afkomst. En afkomst bedoel ik van waar ze wonen en dergelijke. Ja. En op die manier een selectie kan maken van 5 à 10 kandidaten die echt passen bij jouw waarden en wereldovertuiging. Ja, dat is een leuk idee. De kiesmenser. De kiesmenser, ja. Ik vind het een heel leuk idee. Ja, misschien moeten we daar een andere keer over verder praten. Ja. Ik ben lang met een aantal mensen, maar ik kan het wel over hebben. De vraag die ik wilde stellen. Dat is een heel leuk idee. De vraag die ik wilde stellen, en misschien moeten we ook langzaam afbouwen, want het is ook bijna 10 uur. Wat denk je dat de politieke partijen moeten doen om de verkiezingen van volgend jaar te winnen? Wat denk je dat echt de nummer 1 prioriteit moet zijn? Ja, dat is heel lastig in te schatten, maar ik vermoed dat dit te maken heeft met hoe je uit de crisis gaat komen. Maar het is wel echt totaal afhankelijk van hoe dat virus zich ontwikkelt. Dus het is eigenlijk gezinnig worden om te zeggen. En, ik denk ook dat de meeste partijen een beetje met hun handen in haar zitten wat dat betreft. Ik denk dat het land behoefte heeft op dit moment aan optimistische verhalen. Dus niet aan angstzaaierij en juist pessimisme, maar aan positieve, optimistische verhalen over hoe we verder kunnen met z'n allen. Maar dat kan natuurlijk draaien op het moment dat echt de pleuris uitbreekt in het najaar. Mocht dat virus weer oplaaien en weer alles dichtgaan en er golven ontslagen komen en weet ik veel wat. Ik heb nooit een verkiezing meegemaakt die zo afhankelijk was en dat je vooraf al wist dat die zo afhankelijk was van wat er allemaal kan gebeuren nog. Dus ik durf er eerlijk gezegd ook geen voorspelling over te doen. Mensen kronen de VVD al. Nou, dat zou ik echt niet durven. Kan meteen omslaan. Binnen een paar weken is zo'n voorsprong verdampt. Ja. Dus het is heel lastig. Kijk, als je mij nu zou vragen, maak een verkiezingscampagne, dan zou dat voor mij een heel optimistische, positieve can-do campagne zijn. Waarin het kernverhaal is, het gaat echt niet makkelijk worden allemaal, maar we gaan hier samen gewoon goed doorheen komen. En zelfs zo dat we er sterker uitkomen dan dat we er van tevoren in gingen. Ook omdat dat in mijn aard ligt, hè? Dus ik zou niet zo snel een andere campagne doen. Maar het is niet te zeggen wat nou het verhaal gaat worden. In Amerika wel, hè, denk ik. In Amerika gaat het verhaal worden van wie is dit land. Mm. Dat zag je vorig jaar al eigenlijk. En nu nog meer. Dat is volgens mij de vraag die daarvoor ligt. En dat is een hele gevaarlijke vraag. Want als je die vraag stelt tijdens een verkiezing, dan is het antwoord altijd dat het land van één groep is en van een ander dus niet. En daar ben ik wel bang voor. Pardon. Dus ik hoop in Nederland dat niet die kant op gaat. Ja, de vraag heerst natuurlijk wel. De vraag heerst in Nederland al een tijdje. Namelijk, wat is de Nederlandse identiteit? En ik denk dat een veel grotere vraag is dan je die in een campagne kan beantwoorden. Maar het loopt wel. Het is niet dezelfde vraag als wie is het land, want dat is al een stuk geradicaliseerdere vraag. Ja, de vraag wat is de Nederlandse identiteit is ook daadwerkelijk, denk ik, ook wel echt een constructieve vraag. Ja. En die komt voort uit uit een veranderende wereld, maar gewoon plat gezegd komt die ook voor uit een groter wordende etnische diversiteit in Nederland. En het is ook van mensen, van jongeren die hier opgegroeid zijn en zich gewoon Nederland voelen. En niet zoals de eerste generatie zich expliciet niet Nederlander voelde. Ja. Dus dat is denk ik wel een belangrijk aspect eraan. Maar ook, hoe gaan we verder in Nederland? Wat gaan we doen? En de vraag, gaat Rutte gestoten worden van zijn troon? Of verstoten worden van zijn troon? Is denk ik ook een zeer interessante. Want ik durf hem niet
Ik durf niet te evalueren of hij het... Hij is duidelijk een man van formaat en een man van een zeer professionele man die weet wat hij aan het doen is. Maar ik weet niet of hij... Of ik hem moet evalueren als degene die ervoor gezorgd heeft dat we de reserves hebben om de coronacrisis door te komen. Of als degene die de zorg zo verzwakt heeft dat ze nu niet eens genoeg apparaten en voorraad hebben. Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ik vind dat wel een lastige tegenstelling. Want dan zou je ook een voorbeeld moeten hebben van een land waar ze wel voldoende zorg bij de hadden om het tegen te gaan. Dat is er volgens mij niet. Mm. Ja, ik denk dat als je hem wil neerzetten tijdens een verkiezing, dat je hem moet gaan neerzetten als degene die er stond toen het nodig was. En dat was ook zo, denk ik. Hè? Ongeacht of alle beslissingen perfect waren. Ik denk dat heel Nederland zeker blij was dat hij daar stond. Zelfs als je misschien een hekel aan de VVD hebt. Ja, en wat dat betreft is zijn merk volgens mij nooit, ja, als ik dan toch in die stomme termen mag praten over hem, nooit sterker geweest dan het nu is. En dat heeft hij zelf gedaan. Hè? Daar was geen campagne voor nodig. Dus dat heeft hij echt zelf gedaan. En ik vind dat heel knap. En ik denk dat hij als politicus dus ook op eenzame hoogte staat. In vergelijking met de anderen. Wat niet wil zeggen dat je niet kan verliezen. Hè? Dus het wordt zeker wel spannend. Ja. Ik denk dat hij inderdaad ook echt van een andere statuur is dan de meeste andere politici. Wat wederom niet wegneemt dat niet wil zeggen dat hij de afgelopen 10 jaar de juiste beslissing heeft genomen. Maar wederom, dat is ook zo. Durf die evaluatie niet te maken. Ja. Zullen we afsluiten? Ja, zeker. Ik vond het superleuk. Ja, ik ook. Dankjewel. Interessant om ook op deze manier ernaar te kijken. En laten we zeker een keer gewoon een kop koffie doen als dat weer mogelijk is. Over de kiesmensen. Over de kiesmenser. De kiesmenser. Ja, ja. Misschien als ik wat stappen verder ben. Of als ik, waar ja, zit jij eigenlijk? Zit jij in Amsterdam? Of ik zit in Amsterdam, maar ik heb net een huis gekocht in Maastricht. Dus het gaat wat veranderen. Je komt ook uit Limburg, toch? Ja, uit Maastricht. Ja, ik hoor het uit je, aan je stem. Ik heb 12 jaar in Sittard gewoond. Oh, echt? Ja, recentelijk. Ja. Ah, ja, wat leuk. Ja. En een half jaar in? Maastricht gestudeerd. Maastricht. Ja, precies. Ja, ik vind het de mooiste stad van Nederland. Het is inderdaad een supermooie stad. Ja, ja. Nee, Sittard sowieso niet. Goed. Mark, laten we afsluiten. Ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd. Yes. En delen. En we spreken elkaar pas nog ooit een keer. Is goed. Dankjewel.